De scheids fluit voor de aftrap. Binnen 90 seconden heeft Johan Cruijff de bal en die schiet door de Duitse verdediging heen. Plotseling staat hij oog in oog met de Duitse doelman. Oh, en daar komt Bertie Vogts aan en pikt die bal af op ongeoorloofde wijze. De scheids ziet dat en fluit. Hij wijst naar de penaltystip. En daar komt Johan Heeskens aan om die bal te nemen. Dat doet hij op hele gewone wijze met zijn ogen dicht. En goal! Harry Stevens. Wil jij daar alsjeblieft mee ophouden? Ze zijn amper nog een jaar oud. Ze snappen er niks van. Nicole, dit is vaderlandse geschiedenis en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Trouwens, ik heb eens een keer gehoord dat die kleine koters als het ware gewoon die informatie opzuigen. Ja, ja. En hoeveel heb jij al opgezogen vandaag in de kroeg, meneer? Wat kan ik voor u betekenen, meneer? De Harry. Ouwe Stevens. Ik ken je mij niet meer. Hé, natuurlijk. Ja, jij ziet er ook zo anders uit, joh, met je zo zonder... Baard. Baard, ja. Maar dat staat je een stuk beter, zeg. Zo maakt een stuk jonger. Maar dat is toch een tijd geleden. Dat moet toch wel... 3 jaar. 3 jaar geweest zijn. Joh, het lijkt nog als gisteren dat wij... Wat deden we nou ook alweer? Jij hebt geen idee wie ik ben, hè? Jawel, natuurlijk. Wie ben je eigenlijk? Harry, ik ben het. Ari. Oh, Ari. Ja, nee, nou ziet ik het zeggen. Hey, Ari, ja. Hey, Ari, wie dan? Grijnbonen. Hey, waar heb jij toch al die tijd gezeten, joh? Nou, inderdaad, gezeten. Ik ben namelijk net 3 weken geleden ben ik vrijgekomen. Ja, wat heb je allemaal uitgevroten dan, joh? Oh, ik had een kampeerauto geleend. Ja, die bleek van een inspecteur van politie te wezen. En wist je dat dan niet? Nee, dat wist ik niet. Nou ja, na een paar minuten wel, want die man lag nog achterin te wippen met zijn vriendin. Ik denk dat hij dat ook wel was blijven doen, hoor. Als ik niet was aangehouden, omdat ik door het rode licht reed. Het is goed om jou weer te zien, jongen. Hey, zo leuk, joh. Hey, maar even niks tegen Nicole zeggen over dat zitten. Ik ben nou namelijk een heel eerzaam huisvader geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh ja? Ja. Gefeliciteerd. Ja. Hoe is dat nou zo gekomen? Ja, hoe komt zoiets nou, hè? Ja, gewoon vanzelf natuurlijk. Oh ja. Nee, natuurlijk, ja. Zeg, Harry, moet je luisteren. Ik zat me af te vragen of jij mij misschien een kleine vriendendienst zou kunnen bewijzen. Kijk, zou jij een paar dagen op deze koffer van mij willen passen? Ja, ik logeer op het moment namelijk bij een maatje van me, op de bank. En er is natuurlijk helemaal geen plaats voor mijn spullen. En hier zitten waardevolle spullen in. Daar ben ik erg aan gehecht. En ja, eerlijk gezegd, ik kan eigenlijk niemand anders vinden die ik kan vertrouwen. Tuurlijk, jongen. Voor een oude maat doet ik toch zeker alles. Hé, hey, trouwens, dat is wel een hele mooie koffer, hè? Ja. Ik heb hem helemaal opgeknapt. Netjes in de was gezet. Ja. Zou jij hem misschien naar warm kunnen zetten? Dan kan de was er mooi intrekken. Oh ja, natuurlijk, jongen. Want zijn ik gewoon even naast de cv kijken. Niks aan de hand. Hé, Nicole. Hey. Ken jij hem nog? Ari, weet je wel, hij komt net uit de bak van de bakker, om de hoek. Daar. Ik kocht net wat... Brood. Brood. Lijkt me nogal logisch, heren, voor iemand die van de bakker komt. Oh, Ari, ik herinner je nou heel goed, jij mij ook? Oh, hoe zou ik jou nou kunnen vergeten, Nicolientje? Hè? Je ziet er nog even bijzonder fraai uit als 3 jaar geleden. Nou, iedereen zich weer elkaar weer herinnert. Het wordt tijd voor een lekker bakje koffie, zou ik zeggen. Oh, dat klinkt heel erg aantrekkelijk, Harry, maar ik moet er eigenlijk weer vandoor, hè? Ja, druk. Ja, nee, hou, wacht even. Ik kan hem goede oude maat toch niet zo laten vertrekken, echt niet. Hé, neem eens een hartstikke lekkere... doosie bonbons mee van de zaak. Oh, dat vind ik heel erg aardig van je, Harry. Maar dat kan ik gewoon niet aannemen, maar toch bedankt. Hey, wat ben jij veranderd, zeg hij. Vroeger stond hij altijd vooraan in de rij, hoor. Als er iets gratis en voor niks werd weggegeven, eerlijk. Harry, luister. Ik heb de tijd gehad om eens goed over mezelf na te denken. Ik heb de oude Harry, die heb ik achter me gelaten. Met baard en al. Ik ben een ander mens geworden. Hier staat een geboren man. Nicolientje. Han. Zo zeg hij, die Ari, die is even veranderd. Veranderd, ja. En waar kwam die eigenlijk voor? Nou, gewoon niks, joh. Oude maat, gewoon.
Harry Stevens, als jij maar niet denkt dat jij iets kunt gaan organiseren met iemand die uit de bak komt. Nicole, deze man heeft zijn leven verbeterd. Hier voor ons in de bonbonshop stond een herboren man. Iemand die zijn ware ik weer heeft teruggevonden. En zijn oude beschadigde ik weer ver achter zich heeft gelaten. Als een vlinder die net uit de rups is gekomen, klaar om zijn vleugels uit te slaan. Ja. Waar heb jij het allemaal vandaan, zeg? Nou, uit het blaadje van de reclassering, natuurlijk. Nicolientje! Hey. Harry, ik dacht, weet je wat, laat ik die doos met bonbons nou toch maar meenemen. Ik zou jullie namelijk niet willen beledigen door dat te weigeren. Maar bedankt, hè. Hij is nog altijd even vraatzuchtig als een rups. En wat denken jullie van Amira voor een meisje? Betekent waarheid zonder twijfel. Nou. Ja, maar het betekent ook mand met kleren. Ik ga mijn achterkleinkind niet mand met kleren noemen. Nee, dit is afgewezen. Ja. Oh. Afgewezen. Hallo allemaal. Hoi. Hey. Wat vinden jullie ervan? Mooi. Nou, laat mij eens even raden. Ben jij misschien in het tuincentrum geweest? Nee, opa. Dit is zwangerschapskleding à la Annabelle. Mooi. Ik vind het prachtig. Ik ook. Hé, wat denken jullie dan van Zapata? Zapata, beer met poten om boom. Simone, wat ben je toch aan het doen? Je zit hier in het bolbuishuishouden, niet in Dancers with Wolves. Ja, bovendien weet je helemaal niet of het een meisje wordt. Vertrouw op de neus van een man met ervaring, jongeman. Het wordt een dochter. Bovendien gaat zij een Engelskoek pila te maken vanmiddag. Dus we kunnen het horen, familie. Nou, opa, ik weet of ik dat wel wil weten, hoor. Oh, jij misschien niet, maar ik wel. Zeg, pap, vind je niet dat we die beslissing aan de ouders moeten overlaten? De ouders? Wat willen de ouders nou van kinderen krijgen, zeg? Schijn alsjeblieft, hè. Dat soort zaken moet je overlaten aan de expert. De expert. Ja, dan je hoeft niet zo gek zitten kijken. Er moeten alle mogelijke dingen geregeld worden. Geboortekaartjes, babykleertjes. Ja, we moeten nog weten wat voor kleur de babykamer krijgt. Ja. Roze of blauw? Ja, waarom nou weer roze of blauw? Kan een jongen geen roze kamer hebben? Nee. Wacht eens even, we kunnen het ook op de ouderwetse manier doen. Dus dit is wel goed. Dan weten we binnen de kortste keer of het een hij of een zij wordt. Dit moet je zien als een soort wiggelroede lopen zoals men water zoekt. Oh, ga ze liggen op tafel. Dat is een heel goed idee. Zeg, ga ze op tafel liggen, Anna. Moet je... Nou, nee, dank je feestelijk. Nou, leg je buik dan even op tafel. Nee, hoop ik lig op mijn buik niet op tafel. Bovendien heb ik nog niet eens een buik hier. Oh. Oké, zo kan hij ook wel. Nog even stilzitten, even rugrechten. Hé. Zeg, ben jij eigenlijk wel zwanger? Nou! Hey! Ik heb het! Wat jongens, jongen of een meisje? Zou ik niet weten? Maar ik heb olie gevonden, we zijn rijk! Hé, maar nou heb ik er echt één. Wat vinden jullie van Alike? Dat is de afkorting van de naam die het meisje dat mooie vrouwen verdrijft betekent. Oh, en hoe is de naam volledig? Alike Coppelia Balla. Oh, afgewezen. Ja. Nou, zoeken jullie het zelf uit dan. Anna, doe je er goed aan, Millie? Ja, shit, ik moet ook weg. Ik heb de hele week dienst in de dierentuin. Dus schat, sorry, ik had heel graag meegewild. Ja, maar de wilde beesten kunnen niet zonder je. Nee, maakt niet uit. Open Harry, ga met me mee, dus mij kan niks gebeuren. Bedankt. Geniet van je vrijheid zolang het nog kan, jongeman. Voor je het weet, heeft het... het product van jouw handtastelijkheden met mijn kleindochter jouw hele leven in beslag genomen. En ontpopt zich als de tiran van het bolbuishuishouden. Nou, je het zegt, er is een naam die heerser van het huis betekent. Oh, en hoe is die dan waar? Henri. Ah, bizar gevoel voor u, maar die jongen. Ik moet er toch even om lachen. Ja, dat is leuk. Ja. Oh, daar ben je. Heeft een van je klanten dit vergeten of zo? Nee, die is van een maat van mij. Die heeft gevraagd of ik daar een paar dagen op wou passen. Ja. Maar daar zit niks in, joh. Zou je hem dan ergens anders willen bewaren in plaats van in mijn winkel? Tuurlijk, ik zet hem eventjes naast de centrale verwarmingsketel. Harry Stevens, waarom zei je dat er niks in zat? Nou, omdat dat zo is. Ik vroeg je toch niet wat er in zat? Nee, maar normaal gesproken vraag je altijd de oren van mijn kop af, dus... ja. Harry Stevens, wat zit er in die koffer? Ja, dat zeg ik toch net, niks. Wel wat zwaar voor een lege koffer, vind je niet? Ja, maar ik heb toch niet gezegd dat die leeg was? Ik heb gezegd dat er niks in zat. Ja, er zit natuurlijk wel wat in, maar dat wat, dat is gewoon niks. Oh, hoe weet je dat? Heb je erin gekeken? Nee, dat weet ik gewoon. Dat heeft Arie mij verteld. Ja, maar wat is nou het probleem? Vertrouw je maar niet of zo? Jawel.
Het probleem alleen is dat een veroordeelde dief die jij 3 jaar niet hebt gezien, binnen de 2 weken nadat hij vrijkomt voor mijn deur staat en jou vraagt om op zijn koffer te passen zonder dat hij zegt wat erin zit. Ja, maar dat heeft hij wel gezegd. En dat is? Dat er niks in zit. Maak open die koffer, ik wil het met eigen ogen zien. Maar Nico, ik ga toch niet een koffer openmaken van een maat die mij vertrouwt? Je vertrouwt hem, bedoel je? Oh, ik weet wat ik bedoel en ik weet ook wat ik bedoelde te zeggen. Ik wil gewoon tegen jou zeggen... wat wilde ik nou ook alweer zeggen? Harry Stevens, jij bent vader, je hebt 2 kleine kinderen. Stel nou dat die Arie iets in die koffer heeft gestoken dat niet door de beugel kan, dan ben jij medeplichtig. Nico, Arie die vertrouwt mij. Hè? Dan moet ik hem toch ook laten zien dat ik hem vertrouw. Waar blijven wij op deze wereld als je je eigen maten niet meer kan vertrouwen? Dat is het laatste woord dat ik over deze koffer wil zeggen. Zo. Ik hoop dat je gelijk hebt, Harry Stevens. Wacht eens, kijk. Huh? Kijk, hier zie je dit, dat, oh, dat daar. Waar? Ja. Dat is een kindje, hier. Hier, kijk daar open, dat wazige daar. Ja, maar het is allemaal zo wazig. Het is net een satellietfoto. Kijk, ja. Harry, kijk, hier. Dit hier, dat is het. Ja. Hij knipoogt naar me, zeg. Nee, joh, opa, dat is het hart. Babytjes hebben hun hart niet in de oogkast. Kijk, dit hier is het lijfje. Oh, ja. En dat hier, het hoofdje, en dit... Ja. Dit zijn de handjes. Nou, ik begrijp niet dat je dat allemaal ziet, hoor. Voor mij is zij een verwachting van een zeepaardje. Ja. Oh, dat is echt mooi. Ja, moederliefde is blind. Nou, broer is normaal. Kijk dan, dat is echt mooi. Ja, natuurlijk, schat. Het is prachtig. Nou, vertel. Millie, wordt het een jongen of een meisje? Wil jij het ook weten, Anna? Ja. Nou, nee, ik wil het... Au, wel. Doe maar wel. Jawel, ik wil het... Nee. Nee, ik wil het niet weten. Millie, let maar niet op haar... Vertel op. Dat moet Anna echt zelf beslissen. Ik wil het weten. Ja. Weet je het zeker? Ja. Nou, ja? Vertel op. Oké. Okay. Wacht eens. Zo. Ja, kijk. Kijk hier. Ik zie het al. Het wordt een... Nee, ik wil het niet weten. Doe nou, Anna, doe nou niet zo flauw, zeg. Hoe moeten we nou bijvoorbeeld kleertjes kopen als ze niet weten of het een jongen of een meisje wordt? En de naam, we moeten een naam bedenken, dan moeten we over stemmen. Over stemmen? Open doe eens normaal. Nee hoor, Millie, ik wil het niet weten. Oké, ik hoor het al. Weet je wat? Ik schrijf het op een stuk papier. Doe het in deze enveloppen. Doe hem dicht. En als je van idee verandert, dan kun je het altijd nog... openmaken. Ja, dat vind ik een goed plan. Ja, en dan pas ik wel op die envelop. Ja, open, maar dan moet je niet stiekem kijken. Anna, na al die jaren weet je toch dat je mij kan vertrouwen. Mooie koffer, hè? Ja, die is van een maat van mij. Die heeft gevraagd of ik er een paar dagen op wou passen. Hij zegt, kan jij hem open krijgen? Harry, jij gaat me toch niet vertellen dat jij die koffer niet open kan krijgen? Nou, ik ben de laatste tijd een beetje erg uit vorm, begrijp je wel. Maar nee, kijk, als jij die koffer openmaakt, dan kan ik naar eer en geweten zeggen dat ik hem niet heb opengemaakt, begrijp je wel? Weet je wat, laat mij dus boel eens eventjes op een rijtje zetten. Jij hebt een maat, die geeft je deze koffer in bewaring, maar dan wil je wel weten wat erin zit. Hey, ken je die Arie nog, weet je wel? Ja, met het baardje. Ja, nou precies die. Ja. Hey, kijk eens. Wat is dat? De sleutel. Oh. Hey, nou gewoon, hup. Ja, wacht even. Ja. Hey. Kijk eens, dat is 1. Ja, ik ben wel handig. Jawel, dat weet ik wel. Hup, dat is 2. Kind kan de was doen. Alsjeblieft. Zo. Zeg. Ja. Dus jij vertrouwt die Arie eigenlijk niet? Tuurlijk vertrouwt ik die gozer. Dat is een maat van mij. Ja. Nou ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja. Hè? Zullen we eens gaan kijken? Zou ik het doen. Ja. Oh, nou, cookies. Ja. Nog meer cookies. Krijg de indruk dat hij je boodschappen heeft meegegeven. Oh, kijk nou, er is even aan. Harry, kom eens even hier. Ja. Hé, hey, jij kan ook alles hebben, hè? Vind je niet? Nou, wat hebben we hier? De sodemieters, juffrouw Pieters. Wat is dat? Oh, eitjes. Dus eitjes. Nou, 2 eitjes. Zo. Ook niet opwindend. Nee, wat zit daar dan? Nou, de schone was. En we zitten onder de trui dan. Hey. Kijk eens, even helterblauw met horloges. En dat zijn dure klokjes, hoor. Want zo een heb Henry er ook. Wacht eens. Hey, nog een zootje van die dingen. Man, Harry,
Het is niet te geloven, maar er ligt hier voor duizenden guldens horloges in die koffer. Nou, en? Ja? Ja, nee, dat zijn een heleboel mensen. Die hebben zoveel horloges voor als er eens een keer eentje stil blijft staan of zo. Ja, ja. Hey, zeg, kun jij die koffer even een paar dagen in je scheurtje houden? Hoezo? Nou, kijk, als ze hem bij mij vinden, ben ik toch lul natuurlijk. En wat ben ik als ze hem bij mij vinden? Nou, dan ben jij de lul, maar dat heb ik veel liever. Ja, dat dacht ik al. Bijgoochem. Nee, neem jij die koffer maar lekker mee. Ja. En zet die neus alsjeblieft af, zeg. Oh, ja. Ja. Zo. Wat is er met jou aan de hand? Niks. Hé, hey, je bent de hele ochtend al zo stil. Normaal kwebbel je met de oren van de kop. Ik kwebbel nooit, Nico. Nee, joh. Nou, denk je dus dat je iemand kent, hè? En dan blijkt dus achteraf dat je die iemand helemaal niet kent. Wat is vertrouwen, Nico? Oh, dit gaat over Ari. Hm? Ja. Als je dus je maten die je denkt te vertrouwen, als je die niet meer kan vertrouwen, wie moet je dan nog vertrouwen? Er zijn een heleboel mensen die je kan vertrouwen, Harry. Alleen je kunt niet het soort mensen vertrouwen die jij vertrouwt. Ja, nee. Goedemorgen, Nicolientje. Goedemorgen, Harry. Ach, kijk, daar staat hij al. Zo, is lekker warm, zeg. Was is er mooi ingetrokken. Nou, bedankt, hè. Hey, wacht jij eens even. Wat is er aan? Ja. Dat je de mensen niet meer kan vertrouwen. Dat is wat er is. Wat? Hé? Jongen, ik vertrouwde jou en jij vertrouwde mij. Maar uiteindelijk blijkt maar één van ons te vertrouwen. Hier zo. Hoe heb jij dat opengekregen? Dat doet even helemaal niet ter zake. Maar dat je mij er probeert in te luizen met een stel gestolen horloges in deze koffer, dat vind ik een teringstreek. Oh. Ja, hoe kom jij in godsnaam aan zo'n hele hoop horloges in die koffer? Je hebt gelijk, Harry. Je hebt volkomen gelijk. Kijk. Hup. Hey, wat doe je nou, idioot? Dat is nep. Het is nep. Kijk, een vriend van me heeft die dingen meegenomen uit Indonesië. Ja, dan kun je prachtige kopieën krijgen van Zwitserse horloges. En die kosten daar helemaal 0,03 man niks. Paar gulden. Nou, die verkoop ik dan hier voor 4 keer zoveel. En mensen staan ervoor in de rij. Oh, ja, nou, jongen, het spijt me heel erg. Ja, Harry, en jij wou mij niet vertrouwen. Jawel, natuurlijk wel. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk niet. Nee, ach, Harry, waar moet het nou toch naartoe met deze wereld? Ja. Als oude vrienden elkaar niet eens meer kunnen vertrouwen. Ja, nee, ik begrijp het. Het spijt me heel erg. Echt, nee, laat maar. Nee, ik begrijp het wel, hoor. Ja, je bent nou gelukkig getrouwd. Je moet voorzichtig aandoen, natuurlijk. Hè. Maar, nee, ik had in jouw plaats had ik precies hetzelfde gedaan. Harry. Ah. Ja. Neem deze, alsjeblieft, als excuus. Het spijt ons. Nee. Nicolientje, dat kan ik niet van je aannemen. Ik heb je toch gezegd, hier staat een geboren man. Dag, Nicolientje. Dag, Harry. Zo. Nou, ja. Kijk eens, Willem. De eerste foto van ons achterkleinkind. Schitterend, schitterend. Moet je dat kopje hier zien? Schitterend heeft hij van mij. Nee. Dit is niet het hoofdje, hoor. Dat is het hoofdje. Dat wat op Friesland lijkt. Oh? Ja, dat weet ik nog van toen Simone een baby was. Hè. Lijkt Simone op Friesland? Simone was het mooiste wat ik ooit gezien heb. Ja, het is ervan. Daarna heb ik nooit meer zoiets moois gezien. Ja. Het is toch wonderlijk, hè? Wat een toeval, hè? Dat 4 generaties Bol onder één dak. En 4 generaties Buis. Jongen. Maakt 8 generaties Bolbuis. Ons achterkleinkind. Had jij nog gedacht dat ooit mee te maken? Nee. Je hebt hem ondersteboven ingeplakt, pap. Wat is er? Nee, ah, niks, joh. Nee, een beetje last van hooikoorts. Hooikoorts, ja. In deze tijd. Ja. Sentimentele oude mannen. Nee, helemaal niet. Ach, moet je nou toch eens kijken. Wie had dat nou gedacht, hè? Ja. Dat is mijn kleinkind. Ja. Hoe staat het met de koffie, Willem? Ben ik helemaal vergeten. Hallo. Hoi. Hallo. Hey, wat is er aan de hand? Nee, niks hoor, niks. Helemaal niks. Mama, hè? Opa, wat is er gebeurd? Nee, er is helemaal niks aan de hand, joh. We zaten gewoon naar de foto van je baby te kijken. En toen realiseerden we ons dat het nog maar zo kort geleden is. Ja,
zo is het goed, zo is het goed. Ja, ja. Ander onderwerp. Vind ik een goed idee. Piet, hoe was het in de dierentuin? Het was afschuwelijk. Waarom? Ja, de hele dierentuin was één grote chaos. Je gelooft nooit wat er is gebeurd. Ze hadden een afspraak gemaakt met de dierentuin in Antwerpen om kaka's te fokken. Kaka's? Dat is een hele zeldzame Nieuw-Zeelandse vogel. Oh. Dus ze hadden uit Antwerpen hadden ze 2 eieren gestuurd in een broedmachine. Eergisteren zijn die eieren gestolen. Wat? Oh. Ja, wacht maar even, het wordt nog veel mooier. Gisteren krijgen ze een briefje van de kidnapper. Hij eist 30.000 gulden voor die eieren. Ah, 30.000 gulden voor 2 eieren? Ja, en ze hebben weinig keus. Want hoe sneller ze die eieren terugkrijgen, hoe groter de kans dat ze het overleven. Als ze niet al kapot zijn. Hé, hey, en hebben ze enig idee wie het gedaan heeft? Nee. Nou ja, er was een of ander vent verkleed als clown en die verkocht ballon in de dierentuin. Die hadden ze nog nooit eerder gezien, maar verder. Wat zeg je me nou? Clown? Ja. Huh? Eieren? De koffer van Harry? Piet, kom ogenblikkelijk mee! Jij, bel Harry en zeg dat er die koffer onder geen beding uit het oog verliest. Kom naar mee, jongen! Oh, wat gaan we doen? De koffer van Harry! Harry! De koffer van Harry! De koffer van Harry! Het spijt me, meneer Buijs, maar dat heb ik helemaal niet geweten, joh. Nee, eerlijk niet. Oh, daar komen ze net aan. Hé, waar is hij? Heb je ze? Nee, hij is net weg, joh, met de koffer. Oh, nee, dat is toch niet te geloven? Waarom ben ik toch een rund, hè, dat ik die gozer toch vertrouwde, eerlijk. Oh, laat maar, Harry, dat is jouw schuld niet. Oh, kan het niet geloven? Zo Joost, dichtbij. Vreselijk. Harry, sommige mensen veranderen nooit. Misschien moet je dat maar eens onthouden. Ja, nee. Dag Nicolientje, dag Harry. Weet je, ik dacht, laat ik die doos met bonbons nou toch maar meenemen. Want ik zou zulke goede vrienden zou ik niet willen beledigen door zo'n gift te weigeren. Maar natuurlijk, Harry, heb jij een momentje? Ja, wat? Sure. Wat? En? Hoe is het afgelopen? Nou ja, we hebben ze teruggebracht naar de dierentuin. Ze moeten ze nog wel even nakijken. Maar Harry heeft ze goed warm gehouden, dus de kans dat ze het overleven is heel groot. Mooi. Nou, nu dit probleem is opgelost, wil ik graag jullie alle aandacht nog eventjes voor een kwestie die ik al met de dames heb besproken. Wat voor kwestie? Als één van de 2 hoofden van dit gezin voel ik dat is mijn verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn ten aanzien van de situatie van mijn komende achterkleinkind. Vandaar dat ik nu deze enveloppe ga openen, zodat wij eindelijk het geslacht van ons achterkleinkind zullen weten. Ik zal het voor mij houden tot Anna en Piet hebben beslist dat zij het ook willen weten. Maar ik vind in ieder geval dat 1 lid van de familie op de hoogte moet zijn. Ja, maar waarom jij? Omdat ik zei 1 lid van de familie wil. Heb jij dit met hem besproken? Nee, laat maar. Je kunt op het. Ja, dankjewel. Nee, ik ben ook 1 lid van de familie, lieve Henri. Dit is Anna's beslissing, dus bemoei je met je eigen zaken. Bovendien is het nog veel te vroeg om nu al het geslacht te kunnen bepalen. Liefs, Lily, alsjeblieft. Hey. Thank you.